Voor de tweede keer op enkele maanden tijd heeft Kontig een groep woonwagenbewoners te gast op de weide langs de E19. Sinds dinsdag staan een 40-tal woonwagens op het terrein aan de Groeningelijn, waar de groep moet vertrekken. Ik heb ze vanochtend ontvangen. Ik heb me opgesteld als een vader in hun trachten te helpen. Maar met contact met de eigenaar van de grond, die is op niets uitgedraaid. Dus ze moeten dus het grondgebied verlaten. On aimerait bien quoi avoir quelques jours en plus, même 5 jours, parce qu'il y a une femme qui est malade et il va venir ici à l'hôpital. Et on aimerait bien rester 5 jours en plus ou 4 jours quoi. De zigeuners moeten binnen de 48 uur vertrekken. Dat zijn ze intussen gewend. C'est difficile, mais ici le bourgmestre est très gentil, il nous a laissé 4 jours, 3-4 jours, mais normalement, chez un autre bourgmestre, chez une autre commune, il laisse pas. C'est minimum 12 heures, on est habitué. Voor mezelf, maar ik vind het toch wel droevig, hè? Want deze mensen worden overal een beetje weggejaagd en we moeten toch daar rekening mee houden, vind ik. Maar helaas, op het hele grondgebied van Kontig hebben we geen terreinen ter beschikking. Ik denk dat er intergemeentelijke afspraken moeten komen, dat daar terreinen worden ter beschikking gesteld. Ik denk dat de provincie daar een rol in kan spelen. Mogelijk vertrekt de groep zaterdagmiddag. Waar ze dan naartoe gaan, is nog onduidelijk.